Marcel Aerts en Joyce Kuipers plaatsten op Facebook een berichtje dat ze speelgoed en kleding zochten om uit te delen met Sinterklaas. Marcel is gescheiden, heeft 3 kinderen en zit in de schuldsanering. Hij wil een Sinterklaasfeest met cadeautjes voor alle kinderen in Helmond. We kregen zoveel spullen en mooie spullen. Mijn serre, mijn keuken, mijn kamer stond helemaal vol. Hele week hebben we opgehaald, hele week hebben we van alles uitgezocht. Vanaf 12 uur mochten mensen die onder de armoedegrens leven cadeaus uitzoeken. Knuffels, spelletjes, boeken, dvd's, kleding en veel meer. Er werden tassen volgeladen. Ik heb 50 euro in de week en dan moet ik dus met z'n drietjes alles aan doen. Dus ik ben echt heel blij met dit initiatief. Ja, want hoe zou Sinterklaas er anders uitzien? Heel weinig, misschien 1 cadeautje. Dat zou ik financieel niet kennen, nee. Ook opa's, oma's en peetouders mochten meegraaien. Ik wil toch voor hun kleinkinderen ook wel leuks doen. En dit jaar zou het eigenlijk zijn dat ik niet... misschien een kleinigheidje zou geven en alleen maar gaan kijken wat ze thuis hadden gehad. Was de bedoeling. Maar mijn dochter ging hierheen omdat die ook niet veel, hè? Ook maar een uitkering en een kindje. En toen mocht ik zelf ook iets uitzoeken, dus ik vind het geweldig. Had mijn dochters zelfs 3 jaar geleden gekregen, doen ze niks meer. De meeste spullen komen van gezinnen af die het zelf ook niet breed hebben. Zo helpen ze elkaar. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit. En die kunnen nog makkelijk voor andere kinderen gebruikt worden. Ja, de mensen mogen gelukkig worden, de kinderen vooral.